We zijn in 2016 begonnen met dit project rond coronavirussen. En eigenlijk hebben we een lama geïmmuniseerd, gevaccineerd is dat als het ware, met een stukje van het virus, niet van het COVID-19-virus, maar een verwant virus, waardoor we antistoffen, zogenaamde nanobodies, konden isoleren. Die reageerden niet alleen met dat virus, maar die waren ook in staat om dat nieuwe virus te blokkeren, wat het interessant maakt als een mogelijke therapie voor de mens. Bedrijven die ook met antistoffen werken, met klassieke antistoffen, typisch van menselijke oorsprong dan, die poneren in de pers dat ze dat misschien al in juli zouden kunnen gaan testen bij de mens. Wij zijn iets conservatiever voorlopig, dus voor ons, ik vermoed, in het najaar van dit jaar. Als ik een jaar of 12 was, 14 jaar, was ik enorm geboeid door biologie en moleculaire biologie ook. En dan het aspect van virusonderzoek heeft mij beginnen boeien met mijn masterthesis. Die combinatie virussen, gewiekste parasieten en dan het aspect van die medische kant waar we dan op termijn met die kennis iets mee te kunnen gaan doen dat helpt om de mensheid te beschermen. Dat vind ik uitermate boeiend.